Hallo Tiny Pinglings en wat leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag is het zover, dames en heren, mijn officiële review van Gotham Knights. Het is een leuk verhaal deze game, want toen de game uitkwam, of net voordat de game uitkwam, had ik hem al gepreorderd, of ik had hem in ieder geval al in gedachten om hem te spelen. Eigenlijk al dat wanneer die werd aangekondigd, want ik vind dit soort games, open wereld games, acties, vind ik altijd heel erg top. En dat vind ik natuurlijk altijd super. En ik vond de voorheengaande Batman games vond ik ook altijd super awesome. Nou, in deze game is natuurlijk het geval dat Bruce Wayne quote-unquote dood is. Spoiler alert, dat is hij dus niet, maar dat wisten jullie wel als jullie de serie hebben gezien. En het is natuurlijk ook geen spoilervrije review, maar dat zijn de meeste reviews niet van mij. Sommige reviews wel, sommige niet. Maar dat geef ik dan ook altijd wel en netjes aan. Maar het leuke verhaal is, waar ik dus naartoe wilde werken, is eigenlijk dat ik de game alleen wilde spelen. Maar wat het dus is, het is een co-op gefocuste game. Hij is gefocust op coöperatieve gameplay. En dat is in heel de game terug te vinden. Dat ga ik zo meteen ook nog wat later even wat meer over vertellen. En dan kreeg ik ineens een berichtje van Captain Gotham. Het was een voice berichtje. Dat hij eigenlijk de game met mij samen wilde doen. En daar eigenlijk een aparte serie van wilde maken samen met mij. Net zoals wij de Borderlands serie natuurlijk hebben gedaan. En heel veel andere leuke series die wij gespeeld hebben. En dat is achteraf toch best een leuke, goede keuze geweest. Aangezien nogmaals, het is een coöperatieve gefocuste game. En als je het alleen speelt, ja, dan merk je dat gewoon aan alles. Aan de graphics, aan de in-depth gameplay die er is. Er zit minder diepgang in de gameplay als in vorige Arkham games. En dat heeft allemaal dus te maken met het co-op. Dus ja, je kan zeggen, qua graphics ziet het er niet al te best uit. Dat is dan eigenlijk ook wel zo. Maar als je een beetje schommelt met het feit dat het gefocust is op dat co-op, dan is dat aan één kant ook best logisch. Want je kunt niet zo'n hele goeie grafische game neerzetten met heel veel diepgang als het coöperatief is. Maar er zijn wel een paar dingen die ze beter hadden kunnen doen. Maar daar kom ik later op. Gotham Knights is een rollenspel met actie uit 2022. Ontwikkeld door Warner Bros. Games aan Montreal en uitgegeven door Warner Bros. Games. Dat had ik net al gezegd. Oorspronkelijke release is 21 oktober 2022. En de platforms waarvoor die beschikbaar is de PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S en Microsoft Windows. Dus dat is gewoon allemaal de platforms waar je hem natuurlijk op kan gaan spelen. En ja, dames en heren, de game, het is leuk op zich, weet je. De open wereld game met je power-ups, met je skill tree, met je upgrades die je kunt doen. Je hebt natuurlijk gewoon je side missies van Harley Quinn bijvoorbeeld of Clayface. Maar je hebt ook je hoofdobjective met de Court of Owls natuurlijk. En dat soort dingen die erbij zijn. Je hebt natuurlijk je Batarang. Je hebt je moves die je kunt leren. Dat is wat ik net al zei, die skill tree. Het is gewoon een open wereld RPG game. Waar je dus geleidelijk steeds sterker wordt. Geleidelijk meer levelt. En eigenlijk zo eigenlijk de wereld verkent. Met daarin wat side dingetjes ook, zoals wat random crimes die elke nacht weer opnieuw inspannen. Want deze game werkt zo met nachten. Elke keer als je de Belfry Tower ingaat, dan gaat er weer een nacht voorbij. En heb je weer een nacht completed. En in de Belfry Tower kun je dus gewoon je dingen upgraden wat je in de wereld hebt gecraft of wat je bent tegengekomen. Side missies accepteren, andere missies accepteren. Je kent het allemaal wel. Een beetje je headquarters, waar Alfred ook aanwezig is. Nou, je ziet op de achtergrond gameplay al, dames en heren. Dat is Bruce Wayne. Hij offert zich hier heel erg mooi op het scherm. En ja, dames en heren, ik had niet verwacht dat Bruce nog zou leven. Dus dat was wel een leuke plot twist. Qua verhaal hebben ze dat ook wel heel erg leuk gedaan. Het is alleen een probleem, want ik had eigenlijk net iets meer gameplay willen hebben van de open wereld. Alleen had ik de game zelf al verwijderd en verwijder ik eigenlijk altijd mijn video's op mijn PlayStation zodra het online staat. Aangezien het feit dat het PlayStation dan op een gegeven moment zegt van, ik zit vol, ik wil eventjes wat leegte in me hebben en dan moet ik hem leegpompen. Dus vandaar. Maar op zich, zometeen komen de credits. En dat is misschien ook wel even mooi om te laten zien. Want dan kom je eigenlijk ook langs alles wat we hebben gedaan. Dus dat is ook zeker mooi om een review op te maken. Dus helemaal op aan content heb ik het niet. Maar misschien is het voor de toekomst handiger om toch wel wat enigszins wat raw footage te laten staan. Sowieso de hele game door lang.
van leukere open wereldstukjes. Maar ja, ik hoop dat jullie het alsnog niet heel erg vinden dat ik dat niet echt heb. Maar wat wel zo is, dames en heren, de game heeft dus eigenlijk ook wel zijn nadelen. Er zijn ook, even gefocust op de co-op, is het af en toe ook zo, en dat heeft Captain Gotham heel goed opgemerkt, dat je af en toe je eigen character niet ziet in cutscenes. Waardoor je dus eigenlijk een beetje buitengesloten voelt. Ze hebben in sommige cutscenes wel de moeite gedaan om ons allebei erin te doen. En in sommige weer totaal niet. Wat ook een vervelend puntje was, dat alleen de host progressie kon maken in het verhaal. Dus ook deuren kon openmaken. En zelfs stomme dingen door gleuven heen lopen of zo. Of een steentje opzij te duwen. Dat is frustrerend. Ze hadden puzzels in de open wereld game. In deze open wereld. Althans niet in de open wereld. Er waren geen Riddler-trofies, thank god. Maar wel in de hoofdmissies was het soms noodzakelijk om puzzels op te lossen. En ja, dat. Puzzels kunnen leuk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Uncharted games, waar het allemaal leuk aan elkaar aansluit. Maar in deze game voelt het gewoon veel te geforceerd. Van oké, we hebben nou ze heel erg veel laten vechten. Laten we er nou maar even random een puzzel in gooien. En de puzzels waren 9 van de 10 keer ook niet echt leuk. En soms had je ook van die investigation sites. Dat was al helemaal niet leuk. Maar het over het algemeen, de gameplay was wel smooth. Het vechten was smooth. En satisfying. Best wel redelijk gevarieerde enemies eigenlijk ook wel. Best wel wat gevarieerde enemies. Wel wat irritante enemies met schilden. Kunnen teleporteren. Allemaal rare dingen. Maar sommige, ja, kon je best wel makkelijk verslaan als je de moves een beetje kende. Qua eindbazen had deze game ook wel wat highlights. Wat het eerste in mij opkomt is bijvoorbeeld de Mr. Freeze. Of de Clayface, waardoor je echt op een motor moest zitten en hem achterna moest zitten. Het was een leuke actiescène, vond ik. Maar ja, dat is ook een van de weinige momenten dat je daadwerkelijk op je motor komt. Die zul je in het begin van de game wel heel vaak gebruiken, de Batcycle. Maar aan het einde toch echt niet meer. Want dan kun je op een gegeven moment allemaal special abilities toevoegen. Voor Robin kon ik bijvoorbeeld teleporteren. Captain Gotham speelde als Batwoman, dus die kon een beetje gliden. En dat ging allemaal veel sneller als op die motor zitten. Op zich qua controls van de motor prima te doen. Het was alleen niet de handigste manier van fast travelen. Tevens zijn er ook fast travel points vrij te spelen als je drones scant. En ja, dat was ook fast travel in open wereld games is eigenlijk altijd wel welkom als je het mij vraagt. De wereld, ja, qua lichtinval en qua grafisch, ik zei het al, het valt best wel mee. Het is te doen, het is niet dat je ogen eraf branden of zo, maar ze hebben mooiere games gemaakt, laten we daar wel op wezen. En de open wereld map is ook niet zo heel erg groot, valt ook best wel mee eigenlijk. Maar ja, dames en heren, het is eigenlijk wel de game waar we eigenlijk allemaal naar gewacht hebben. Althans, dat helemaal rondom Captain Gotham's naam. En ik ben toch wel blij dat we hem samen hebben gespeeld. Want ja, ik denk dat die samen wel een stuk leuker is als alleen. Ik denk dat als ik hem, op het moment dat ik hem alleen had gespeeld en ik had niet echt een kameraad om mee samen te werken, dat het inderdaad best een eentonige game kan zijn. Want bijvoorbeeld qua combat, als je in de andere Arkham games kijkt, wat je allemaal qua gadgets kan doen, qua vents, qua scannen, ook de Riddler-trofies. Ja, ze zijn misschien niet leuk, maar ze voegen daadwerkelijk wel diepgang toe in de wereld. Dat mist deze game door het coöperatieve wat ze erin hebben gedaan. Dus als je deze game wil spelen, ik zeg zeker doen, maar doe het wel met iemand anders. Want dan is het gewoon wel veel leuker. Er zijn ook specialere game modes waar je dus met 4 man kan spelen. Dat is niet in de normale game cycle. Maar ja, dat is wellicht iets wat we in de toekomst nog moeten doen als we genoeg Children of Gotham of Tiny Penguins hebben verzameld. Maar ja, als ik gewoon zo terugdenk over de game. Ja, er waren wat frustraties. Vooral met de man-bat die er ineens kwam. Omdat ze geen inspiratie meer hadden. Dat was ook gebeurd. En die ineens super overpowered was. En dat je dat dan 3 keer moest doen. Dat is wat ik bedoel met dat, ja, repetitieve dat deze game heeft. En ik moet me helemaal niet voorstellen dat ik daar in mijn eentje moest gaan doen. Dus daarom dat ik echt zeg, speel het met iemand anders. Ik zeg het ook in de Borderlands-serie altijd. Daar geldt het wel minder voor. Voor deze game geldt het serieus, speel het met iemand anders. En dan is het echt zeker een leuke game.
Maar Tiny Pigwings, ik denk dat dat mijn review concludeert. Een review is geen review zonder een cijfer, dus ik moet wel kritisch zijn op deze game. Er zit minder ziel in als andere games die we van ze kennen. Aan de andere kant, het co-op was leuk. Hebben ze leuk gedaan. Het werkt. Ik heb niet weinig tot geen glitches meegemaakt, alleen dan in de cutscenes. De game werkte zoals het moest. Het had alleen net iets meer kunnen zijn. Ik ga deze game afsluiten met een 6,5. Ik ga het geen 7 geven, dat klinkt aan mijn kant al veel te hoog. Het was een prima game. Ik hoop dat jullie... Ja, mijn reacties staan open. Dames en heren, je kunt er gaan reageren. Niet dat jullie dat gaan doen, maar wellicht wel. Reageer. Like, subscribe, abonneer op het kanaal van Captain Gotham. Linkje staat ook echt boven in de beschrijving. Dat is ook iets wat nieuw is. Ik ga zelf gewoon beschrijvingen typen voor elke serie waar Captain Gotham helemaal bovenaan komt te staan. Want dat verdient hij gewoon. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken, dames en heren. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet op dat belletje om te zijn van elke nieuwe video. Elke dag om 4 komt er weer een nieuwe video online. Om 10 uur als er een bonusvideo is. Bonusvideo's worden aangekondigd op mijn Instagram. En Michaels 2000, ga daar ook even kijken. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Infinity is out.